Jeffrey van Iersel, als je iemand vertelt dat jullie verloren hebben en de statistieken erbij haalt en die persoon is niet hier geweest, wat zeg je dan? Die geloof je niet? Nee, dat is een beetje het verhaal van de laatste 3 wedstrijden. Dus, drie wedstrijden waar we eigenlijk echt gewoon bijna nagenoeg perfect spelen. Het tempo ligt hoog, we laten de puck goed gaan, we creëren ontzettend veel kansen. En het zijn net, echt super kleine foutjes worden. Bijna nul kansen worden meteen afgestraft. Het is een situatie waar we in zitten. Ik kan de ploeg niks verwijten. We spelen gewoon wat ik zeg, hè, tegen Den Haag uit. Nooit thuis en vandaag weer. Identiek. Domineren de wedstrijd. Ik denk dat Johan bijna geen CV hoeft te maken vandaag en dat de riem zijn oren. Nou ja, goed, weet je. Je kunt dan het enige verwijten wat je kunt maken. Dat we ze zelf niet maken. Maar goed, weet je, ik denk dat we pas problemen hebben als we de kans niet creëren. Maar het is wel een feit wat de laatste 3 wedstrijden gebeurd is. Het is nu wat het is. We kunnen ons nu goed gaan voorbereiden op de play-offs. En daar moeten we ons vanaf morgen op gaan focussen. Vandaag is heel teleurstellend. Het seizoen is nog lang niet gedaan. Je ziet dat het ijshockey gewoon niet minder is van jullie ploeg. En dat jullie kansen genoeg hadden voor die derde finale. Dus die kansen liggen er ook voor eventueel bij die vierde finale. Zeker. Ik vind ons, als ik kijk naar 2 maanden geleden, vind ik ons op dit moment veel, veel beter spelen. Veel hoger tempo. We houden ons echt goed aan de afspraken. Ik vind de laatste 3 wedstrijden eigenlijk, we zitten op het moment best wel hoog in ons niveau. Alleen het resultaat zit ons niet mee. Maar kun je dat vasthouden, dat niveau? Ja, zeker. Waarom niet? Waarom niet? Ik bedoel, we laten dat eigenlijk heel het seizoen zien. Met misschien een kleine dip daar in december, in het begin van de tweede ronde, waarin we 4 keer op rij verliezen. Ja, en daarna hebben we die draad echt goed opgepikt. Wat ik zeg, ik vind ons op het moment echt goed spelen. Maar we belonen onszelf niet door die doelpunten te maken. Nou ja, kijkend naar de play-offs, als je kijkt, zeg maar, Den Haag vind ik wel iets boven de rest uitsteken. Maar als je kijkt van 2 tot 7, kan alle kanten op. Dat is allemaal aan elkaar gewaagd. Dan is het ook nog zo in een best-of-3 serie. Thuisvoordeel is dan niet echt thuisvoordeel meestal. Dus daar liggen de kansen wijd open. En als wij, ik heb net ook tegen die jongens gezegd, als wij zo door blijven spelen, ja, weet je, dan heb ik er alle vertrouwen in dat wij die eerste ronde door kunnen komen tegen wie we ook moeten. Of dat Dietz is, Neuwied of Luik. Ja, weet je, we moeten vasthouden aan hetgeen wat we goed doen. Het woord vertrouwen, dat klinkt zelfbewust bij jou, hè? Ja, maar dat meen ik ook echt. Ik heb echt vertrouwen in de ploeg. En wat ik net zeg, vandaag hebben we, we laten 3 goals binnen, maar we hebben eigenlijk niks fout gedaan. En dat is nu 3 wedstrijden op rij en dat is heel frustrerend. Weet je, als je dingen hebt, continu fouten ziet die je terug ziet komen waardoor je wedstrijd verliest, maar dat is niet zo. Dat is niet zo. Dus ja, weet je, dat is wel een bijzondere situatie. Maar goed, we moeten daarin positief blijven. We hebben geen andere keus. In de play-offs begint dadelijk iedereen op 0. Dus ja, weet je, dan moeten we voor gaan en zo door blijven gaan.